Molen De Haag. De Molen De Haag in Beuningen is een standaardmolen. Het is het oudste type molen dat we in Nederland kennen. Al in 1382 stond er in Beuningen een standaardmolen. Het was een dwangmolen. Dat was een molen waar naburige boeren verplicht waren hun graan te laten malen. In die tijd had de hertog van Gelre het zogenaamde windrecht verpacht aan Robert van Appeltern. In de Franse tijd, rond 1795, werd de molendwang door Napoleon afgeschaft. In 1703 waaide de molen in Beuningen om. Er was niet zoveel meer van over. De schade was enorm. Deze bedroeg meer dan 1000 gulden. Een jaar later herbouwde men de molen. In 1825 kwam de molen in bezit van Stoffel van de Pol. Pas in 1982 verkocht deze familie de molen. Van de Pol bouwde naast de molen een maalderij om een stoommachine te plaatsen, zodat hij in windstille periodes ook kon malen. In de Tweede Wereldoorlog verzegelden de Duitsers de molen na invoering van de distributiewet. De distributiewet was door de Nederlandse regering ingesteld om tekorten van goederen te regelen via distributiebonnen. Desondanks maalde men stiekem 's nachts in oorlogstijd het graan. Het meel kwam bij de allerarmste gezinnen terecht. Na 1945 stond de molen stil. Er was geen molenaar die deze kon bedienen en de molen werd niet meer onderhouden. In 1953 en daarna in 1976 repareerde men de molen, zoals het waterdicht maken van een kast. Toen de provisorische reparaties klaar waren, kon de molen in 1977 weer draaien. In 1982 kocht de gemeente Beuningen de molen voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Het was dan ook een bouwval. 10 jaar later, op 13 februari 1992, kon het lang verwachte herstel eindelijk beginnen. Het werd bijna een complete herbouw. Na deze restauratie kreeg de naamloze molen de naam De Haag, vernoemd naar de historische naam van dit gebied tussen Beuningen en Weurt. Helaas duurde het tot eind 1998 voordat er de eerste graankolven werden vermalen door de molenstelen. Vanaf 2014 laat een team van vrijwillige molenaars iedere week de molen draaien en stelt deze open voor bezoekers. In de oude malerij zit nu een winkeltje, het Stoom. Hier worden de diverse ambachtelijk gemalen meelproducten verkocht. Wist je dat de wieken ook boodschappen konden doorgeven? Je hebt bijvoorbeeld de vreugdestand als er iets heel leuks gebeurt, de rouwstand als iemand is overleden of de lange ruststand. Dit kwam voor als de molen gerepareerd moest worden. En ja, deze laatste stand duurde bij de molen in Beuningen jaren. Dit geldt niet als je moe bent van het traplopen.